ga misschien binnenkort naar Parijs, jongens. Ik ben wat een wind! Niek is echt in zijn klootbouw, jongens. Hij heeft het echt, hij vindt het helemaal leuk. Nou, zeg! Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Och, jongens, vannacht heeft het volgens mij dus echt heel hard gestormd. Ik werd volgens mij wakker rond een uurtje of, ja, ik heb niet op mijn telefoon gekeken, maar ik denk dat het 4 uur was of 3 uur. En ik hoorde echt zeg maar mijn deur klappen en mijn raam zit erop gekleurd. Dus ik hoorde echt zo woe, 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 woe. Ja, lijkt net een hond, maar jullie snappen wat ik bedoel. Zeg maar, het was wel echt, het ging er wel hard aan toe. Ik dacht dat vandaag eigenlijk ook zou stormen, maar volgens mij is het dus vandaag wel heel hard aan het waaien. Maar ja, weet je, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Nou, valt wel mee. Ik voel geen heftige wind of zo. Het regent niet, het stormt niet. Dus prima dagje zo. Hey Google, doe alles in de woonkamer aan. En als het goed is, bij de mensen die op hun tv kijken, gaat nu ook de Google aan. Sorry. Nee, die hoort hij niet. Die hoort hij niet. Wat Jan Doris zegt. Even het huishouden doen hoor. Ben ik zo goed in. El, als je het kijkt, het huishouden. Dat is mijn specialiteit. Jongens, jullie gaan het nooit van mij verwachten. Maar ik heb er lang over nagedacht. Ik heb het moeilijk mee gehad. Ik weet nog steeds niet 100% zeker. Maar ik denk dat ik een koffertje ga nemen. Meestal doet Ella mijn was en daar ben ik heel blij mee. Het is echt een luxe, jongens. Maar ik ga het een keertje zelf doen. En ik weet zeker dat Ella daar heel blij mee is. En Ella komt straks hierheen. Die is hier volgens mij om 3 uur of zo. En dan ga ik haar vertellen dat ik zelf de was heb gedaan. En ik denk dat ze dan vrolijk is. Ik denk dat ze daar echt heel erg blij van wordt. Dus ik dacht, laat ik het maar gewoon een keer doen. Ik weet niet of het er allemaal in past, joh. Nou, we gaan het gewoon niet meer. Gewoon poppen. Poppen, tot het niet meer lukt. Gaat er gewoon in. Oh. Gaat er gewoon in, joh. Hey. Zo. Ik ga even mijn sportspullen aantrekken, want Niek die staat beneden. En wij gaan eventjes gymmen. Dus dat ga ik even nu doen. Even mijn sportspullen aantrekken. Of heb ik dat net allemaal in de was gedaan? Let op. Ik kom straks beneden en de eerste opmerking die Niek gaat maken is... Jezus, wat duurde dat lang! Let op. Hey maat! Hey! Wacht even, mijn schoenen. Mijn Jordaans. Hoe is het, jongen? Oh, ja, goed. Ja, goed. Waarom zeg je... Oh. Nee, ja, nee, omdat ik zei het boven. Ik denk echt de eerste opmerking die Niek gaat maken is... Jezus, wat doe je er weer lang over? Maar je bent heel relaxed vandaag. Ik was gewoon een mailtje aan het voorbereiden voor de Thalys. Ik ga proberen gesponsorde tickets te regelen, want dan gaan we naar Parijs. Ja, oh ja, dat wilden we nog gaan doen. We gaan misschien binnenkort naar Parijs, jongens. Maar dat vertellen we later wel waarom. Maar het wordt wel leuk. Ja, dat wordt voor mijn YouTube-kanaal. Ja, dat wordt voor Niek's YouTube-kanaal, jongens. Ik wil geen simpele vlogs maken. Ik wil, echte content maken. Oh ja, echte content. Nee, geitje. Jij maakt ook echt... Hey, dit is eigenlijk wat chill om die camera. Oké, leuk. Ja, het is wel een hele chille positie zo, mijn camera. Maar goed, wij gaan even lekker sporten, jongens. Wij gaan eventjes lekker de krachtpads... Heb je een handdoek mee? Ja. Top. Ik dacht echt, jij gaat die gewoon vergeten. Dus maar je hebt wel meegenomen? Huh? Dus je hebt eentje meegenomen. Ja. Ah, vind ik lief, hè? Ik heb zelf slippers mee, want ik vond het toch een beetje goor. Dat al die oude mannetjes met die schimmelvoeten lopen daar allemaal en dan lopen ook op onze blote voetjes daar. Dat vind ik helemaal niet fijn eigenlijk. Oh jongens, ik vind het zo lekker om hier bij Hell City de sauna in te gaan. Dat is zeg maar een soort van cadeautje na het sporten. Ja, het is echt chill. Dan wil iedereen wel sporten denk ik. Ja. Maar ik heb ze ook gemaild hè, of ik gratis mag. En? Nee, ik wil geen antwoord. Ja. Volgens mij heb jij nu echt al iets van, wat is het, echt al 10 keer gezegd, ja ik wil graag een proeflesje. Ja, ik ga proberen vandaag gratis weer. Vorige keer moest ik eens betalen. Heb je vorige keer betaald? Ja, ik moest 15 euro betalen. Er zat best wel een serieuze vrouw achter de balie. Die kon ik niet echt overhalen. Maar ik heb geprobeerd een dagpas aan te vragen online. En dat lukte niet, want het was een serverfout. Dus ik ga dat eerst zeggen. En daarna ga ik de marketing truc zeggen. Ja, jongens, luister, kijk, ik heb zoveel 1000 volgers. Ik bedoel, als ik nu 1 store eruit gooi, dan heb jij morgen 1000 leden erbij. Ja, wow. En, gratis? Ja. I fixed it, bro. Wat ben jij sterk. Kijk nou even. Hier kan je die mooie transitions voor gebruiken die je hebt gekocht. Heb je het al verteld? Ik had dus echt iets stoms gekocht, jongens. Ik had 30 euro betaald via een Instagram ad, zeg maar. Ik zag het voorbij komen op Instagram. Met transities. Dus meestal tussen een paar bepaalde shots hoor je dan bijvoorbeeld bij mijn vlog bijvoorbeeld woep. En dan zoomt hij zo zeg maar een in een ander.
Maar ik had dus zo'n heel pakket gekocht met allemaal vette transities. Maar bleek het allemaal gewoon helemaal kut te zijn. 30 euro betaald. Hier komen een paar vette transities die Vincent gisteren heeft gekocht. Dat was hem weer. Goed getraind. De beste training komt nog. Ja. Wie kan er nog langs de sauna in zitten? We hebben lekker getraind, jongens, en we gaan nu heerlijk de sauna in. Wij hebben weer fantastisch, fantastisch goed gespoord. Lekker de sauna in geweest. Maar wij gaan nu richting het Stadshart hier in Amstelveen. Omdat ik heb eventjes wat spullen nodig. Ik heb echt alleen maar deze zwarte broek. En ik vind hem ook eigenlijk niet meer zo heel mooi. Ik vind hem gewoon niet zo mooi. En ik wil eigenlijk even gewoon een normale spijkerkleurige spijkerbroek gewoon. Een beetje grijzig. Dus we gaan gewoon even naar het Stadshart. Misschien even een broodje halen. Even kijken voor een nieuwe broek. En ik moet koffie hebben. Dat moet ik ook halen. Ik moet ook even langs Nespresso. Wij gaan even winkelen, gezellig. Zo. Wat krijg je als je 6 mensen in een ruimte zet en je haalt er 2 vanaf? Dus 2 mensen verlaten de ruimte? Ja. Wat krijg je dan? Een ruimte met 4 mensen. Ja, meer plek in de ruimte. Wat is dit voor raadsel dan? Niet. Ik zeg maar gewoon wat. En jij denkt dat mensen dan gaan abonneren als je dit soort onzin allemaal uitkraamt? Ja. Oké. Dus vond je dit nou een leuke grap? Abonneer dan op mijn kanaal, Vincent Visser. Weet je wat jij straks even voor mij moet maken? Nou? Een foto van mij. Waarom? Omdat ik die Jordans moet weggeven op Instagram. Oh, en dan moet ik een foto van jou maken. Wat krijg ik daarvoor dan? En loyaliteit. Oké, nou, genoeg. Kijk jongens, we hebben hier nog zo'n kerstman teddybeer staan. Maar ik dacht dat kerst voorbij was. Niet met jouw schoenen, je lijkt wel SpongeBob. Ik stopte opeens met filmen, want ik werd geroepen. Ik hoorde opeens buurman. Maar de bovenbuurvrouw die riep mij. En die zei, wat ben je nou weer aan het filmen? Ik zeg, ja mevrouw, ik film mezelf elke dag. Maar we zijn even lekker een broodje aan het halen hier. Wij gaan de 17e tot 22 dus naar Gerlos. Niek gaat mee, Stefan gaat mee, Frank gaat mee en 2 vrienden van Stefan, dat ik al een paar keer heb verteld. Maar daarna willen we dus naar Parijs gaan. Misschien. Maar, voor... Wil je vertellen wat we gaan doen? Ja, ik ben altijd al gefascineerd geweest met de snelheid van reizen. Dus we gaan een challenge doen, Vin en ik. Ik ga met de trein naar Parijs en Vincent met het vliegtuig. We starten op de Dam. Wie als eerste onder de Eiffeltoren staat, wint. Oké. Degene die verliest, die slaapt in het kutste hotel van Parijs. En degene die wint, slaapt in het mooiste hotel. Maar ik heb het gevoel dat Thalys veel sneller is. Thalys is er binnen 2,5 uur. Nee. Hup, ik een soort lopende band daar, ik. Dan. Wist je niet? Ja, dat zo'n de lopende sushiband. Kun je dat afhalen en wat je afhaalt betaal je. Ken je dat idee niet? Nee. Ja, dan kun je er aangezien. Dat mensen niet in Nederland gezien. Daar zijn we jongens. Hopelijk kan ik hier mijn broek vinden. Dit is toch een fantastisch mooie broek. Ben ik gek. Dit is echt een fantastisch mooie broek. Oeh, die is wel een beetje klein denk ik. Ja, je hebt een hele grote maat nodig hè jij. Dikke reet van je, dikke asser. Wat een prachtige broek. Je moet even meer in het licht komen, Vin. De eerste broek die ik pak. Het zit gewoon gelijk goed. Ja. Toch? Laat ook even je kontjes zien aan de kijkers. Zo. Wat heb ik hier zitten? Wat is dit nou weer? Is dat niet gewoon schaduw? Heb je hem nu al vies gemaakt? Je hebt hem niet eens gekocht. Maar hij is ook nog eens met 40% korting. Nee joh. Dus dat is ook goed. Oké jongens, we mogen eigenlijk niet filmen, maar ik heb hier nu een boek aan van Stone Island. Ik vind het zo dik, alleen hij is iets te groot. Dus ik heb gevraagd of een kleine maatje is. Anders vind ik hem wel heel dik. En het is 30% korting. Jongens, ik vind het zo raar. Dan ben je net bijvoorbeeld net in de Bijenkorf. En dan komt er zo'n beveiliger naar je toe. En die zegt, stop met filmen. Ik zeg, hè? Hoezo stop met filmen? Zegt, ja, werk je hier? Dus wij zeggen, nee. Maar je mag dus niet filmen. Oh, daar staan ze. Maar je mag dus niet filmen. Oh, dat. Ja. Het blijft dus een heel vreemd iets. Je mag dus niet met deze camera filmen. Maar als ik het met mijn telefoon ga filmen, dan mag het wel. Zeg maar, dat is toch heel scheef, want ze wordt precies voor hetzelfde gebruikt. Alleen, ja, ik weet niet wat dat voor rare regel is. Maar goed, fuck it. Ik heb ook even lekker koffie gehaald en ik heb mijn broek gevonden. Dus dat is helemaal top. Ik ga nu lekker weer naar huis en als het goed is, is Ella straks bij mij gezellig. Dus dat wordt een gezellige boel. Blijf jij eten, ja hè? Ja, is goed. Oké, okay, nou, lekker. Oh, moeten we niet even dan hier bij de slager? Nee. We zoeken wel. Jij wilde een vleesje halen of iets? Ja, is wel lekker, maar... Ik vind vleesbakken in de pan vind ik altijd zo zonde.
Ik weet niet wat dat is. Ik vind vleesbakken op de barbecue vind ik lekker, maar in de pan vind ik het... Gaan we toch witte barbecuen vandaag? Wij hebben geen barbecue, Niek. Wij hebben geen barbecue. Nou, dat wordt gewoon aangezet. Ik was er wel genieten van het gefluit hier. Fluit nooit iemand naar mij. Hey schatje. Hallo. Ja, dat is heel gek. Kijk, door de tocht wordt dus het gefloten vanuit die deur. Het is gewoon naar mij hoor, maar... Oh. Ik vat het wel persoonlijk op. Oh! Wat gezellig dat je er weer bent. Ik ben er ook nog steeds! Ik ben er ook nog steeds! Ik heb hard horen schreeuwen, ik ben het serieus. Huh? Hoi die! Hey! Ik was gewoon blij om je te zien. Jezus, ik schroef me dood van. Ik heb dus zelf de was gedaan, El. Dan moet ik het alleen nog even... Ik ben niet zo warm. Nee, ik ben niet ziek. Ik moet het alleen nog even... Zo, en wc-papier gehaald. Ja, maar ik moet het alleen nog even in de droger doen. Ja, kom maar. Dus... Kom maar. Ik kan dat wel. Cool, vind je kan het. Wacht, niet alles kan in een droger natuurlijk, hè? Wat zit je nou te lachen achter de camera? Gewoon, ik heb dit nog nooit gezien. Echt wel? Helemaal niet. Ik doe heel vaak de was. Als ik er niet ben, denk ik dan. Nee, maar ik zei al, ik vertelde al in de vlog dat ik heel blij ben. Ik zei al, ja, Ella doet altijd de was voor mij, maar ik dacht, ik doe het vandaag een keertje zelf. Ook al wist ik dat je kwam, dacht ik, ga toch even zo wassen. Vind ik heel lief van jou. Goed, hè? Ja. Ben je trots op me? Hartstikke trots. Als je naar oude video's kijkt van vroeger en we zijn tot de conclusie gekomen dat wij vroeger veel leuker waren op camera dan nu. Ja, weet je... Hoe kan dat? Ik maakte, zoals jullie weten, voor de mensen die al langer naar mijn video's kijken, ik maakte vroeger altijd video's dat ik ging reageren op burgers en zo, maar ik zit dan te kijken en denk van, hoe was ik daar zo spontaan en maakte ik zulke leuke opmerkingen? Ja. Maar misschien heeft dat echt met leeftijd te maken of zo. Ella, die had net wel een goede opmerking. Ella, vertel nog eens. Ja, dat is de harde waarheid misschien wel. Nou, dat je vroeger wat meer views had dan nu. Dat je door... Oh, een eitje over mijn hoofd. Het is oké. Zo van, het komt goed. Nee, weet je wat wel gek is? Ik zat het dus laatst, of nu we zitten nu te kijken en dan besef ik dat wel weer. Ik had vroeger zulke lijpe views op die, maar dat komt ook door de brugglas hype. Ik had gewoon echt gewoon standaard 400, 300k views op gewoon reageren op brugglas. En voor de mensen die toen op dat moment op mij geabonneerd zijn en nu nog steeds kijken... Toppertjes, maar... Ja. Maar... Ja, kijk joh, dit was echt lijp gewoon, hier. Kijk dan, 200k, 100, 185, 908, zo hier, 507, 600, ja, dat was echt lijp. Echt lijp periode, jongens. Moet ik meer video's gaan maken waarop ik, zeg maar, echt zo'n setting, dat ik gewoon inderdaad ook gewoon thuis zit en gewoon achter mijn bureau, zeg maar, echt studio setting en dan gewoon reageer op dingen? Moet ik dat meer gaan maken? Laat het eventjes weten in de reacties. En Ella wil pannenkoeken eten. Ja. Met spek. Met spek? Ik ben echt, als ik pannenkoeken eet, wil ik gewoon... Ik hou van zoete pannenkoeken, dus gewoon met stroop en poeder, suiker. Ik wil pannenkoeken eten. Ik ga ze wel maken, hoor. Ik wil wel pannenkoeken eten, maar ik heb nu nog niet zoveel honger. Nee, ik heb nu ook nog niet zoveel honger. Twee uurtjes? Jij hebt nu al. Het is 5 uur. Ja. Ja, maar jij noemde mij net een pannenkoek en nu heb ik daar echt heel veel zin in. Nou, ik kan je ook salade dat je bent. Ja. Nou, zullen we salade eten? Ik wil eigenlijk dikke zeus zeggen, maar dat is misschien nou, een nou, dikke... Nou. Oh, no. Nou, maar ik dacht, ik doe de spontaniteit van vroeger weer een beetje erbij. Krijg je nu ook zin in een dikke zeug? Wat is dit nou weer? Ja, weet ik veel. Je hebt een fetish, hè? Ja. Oma, de groetjes aan jou. De oma van Ella die kijkt dus al mijn vlogs, kwamen dus laatst achter. Heel ja. Schattig. En je vader ook. Hey oma van Ella. Hoi papa van Vincent, moeder van Vincent. Hoi moeder van Willem, die kijkt ook altijd. Heb je nog iemand anders? Mijn ouders nog. Hoi papa mama. Hey papa mama van Ella. Heb je nog iemand anders? Nee. Dit kan natuurlijk echt niet. Je weet wat ik heb gedaan. Dit ben ik niet. Ja, ik zie het toch? Ik zie helemaal niks. Nee, oh, dit is jongens, echt jouw hoofd. Dit ben jij. Nee. Weet ik niet. Hier is jouw auto, is jouw kenteken? Ja, maar het is jouw hoofd. Nee, ik ben dat niet. Maar jij zei ook nog precies op dat moment... Ah, fuck, ben geflitst. Ja, dat ben ik. Dit ben jij. Ja. Dit ben jij. Hoeveel kilometer per uur dan? 10. Dat is heel veel. 10, dus het is 20... 20 euro, dat is chill van Duitsland. Het valt echt mee. 20 euro voor 10 kilometer per uur. Dat is niks. Ja.
Maar degene volgens werd ook geflitst, dus ik reed achter hem aan. Maar ja. Oh, oké, okay, nee, maar dat is dan een goede reden. Oh, dus nee. Dat is wel diegene voor je. Maar stuur hem lekker door dan. Stuur hem lekker door naar die andere. Jij was dat. Godverdomme. Nee. Pas nog op, pas nog op. Het is geen kerst meer, hè? Ja, die boom moet weg. Ja? Oh. Niet zo echt vies, hè? Niet is echt een smeerlap. Niet is echt een smeerlap. Een smeerlap. Huh? Oh, ik heb hem. Pas nog op voor die Ajax. Dat is een Ajax-bal. Oh. Nou, we zijn nog een beetje aan het twijfelen over wat we willen eten, want Ella en Niek willen ook allebei pannenkoeken. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Oh, huh? Ruud wil geen pannenkoeken. Ruud wil lekker pannenkoeken eten, maar ik weet het ook niet zeker. Wat ga jij eten? Wat ga jij maken, Ruud? Ga ik ze lekker smaken. Dus pannenkoeken zet op een ei. Nee, ik vind pannenkoeken niet lekker ei. Wat ga jij maken dan ei? Ei maken. Ik ga gebak ei eten. Nou jongens, dit is dus mijn nieuwe broek. Ik ben er blij mee. Alleen kijk wat heel gek is. Er zitten strepen op, maar dat hoort dus blijkbaar. Wat een wind! Zo, het is wel echt hard aan het waaien vandaag. De boodschappen zijn binnen, jongens. Jongens, wie kent dit nog? KUD. Ik heb dit vroeger helemaal kapot gekeken. Dit was echt mijn humor vroeger. En nog steeds. Ik vind het zo grappig. Ja, deze dan moi. Maar sommige filmpjes van kut zijn zo leuk, jongens. Het is echt niet normaal. Maar goed, ondertussen heb ik even een lekkere salade gemaakt. Ik ga ook nog eerst kip bakken. Dit is de kip van Ruben, maar ik ga nu ook mijn kip bakken. En Ella, die gaat pannenkoeken bakken. Dan gaan we eerst de pannenkoek. Ze zeggen altijd dat het eerste pannenkoek te verpest wordt. Maar deze niet. Nou goed, Ella gaat pannenkoeken bakken. En ik heb een salade ook gemaakt alvast. Kijk eens even hoe lekker die eruit is, jongens. Oeh, kan het wel. Oké, okay, Ella wil de pannenkoek gaan gooien. Is dit een goed idee? Die is een beetje omhoog kwam, joh. Dit is perfect. Je gaat ook niet met die spatel nu dat eraf halen. Ik ga het ook niet met mijn handen doen, weet je. Dan pak je toch een doekie. Gaat hij nu met de spatel doen? Nou jongens, wat lekker zeg. Eet smaak. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nee, ga maar lekker eten hoor. Hey. Je vorige vriendin had wel meer manieren. Wat? Nou. Huh? Ik zag daar een flits. Ik ook. Nee. Wij hebben het lekker gegeten en we gaan eventjes gezellig de deur uit. Want wij gaan een cocktail drinken met z'n drieën. Niek is derde wiel. Hihi, haha. Dit is nu alweer de derde keer dat je deze grap doet. Kijk jongens, Niek heeft mijn broek aan en hij heeft mijn shirt aan. Kom nou, ijdel mannetje. Oh, het is inderdaad een beetje nat hier. Ik zie jou dus nooit in deze broek. Het is heel gek om jou zo te zien. Ik heb inderdaad nooit lichte broek aan. Nee, het ziet er echt gekkig uit. Maar wel, het staat je wel of zo. Ik heb überhaupt nooit in een spijkerbroek gezien. Het staat je wel. Waarin zie je me dan altijd? Een broek of een pantalon. Leuk jongens. Wat is dit? Dit is echt heel lijp. Gekke wind. Lekker voor een hoefparkje. Ja, gekke windstoot opeens. We gaan eventjes kijken of daar boven plek is. Dat is Double Tree by Hilton. Het is een sky lounge. Want we wilden even, dat is wel leuk. Dan heb je een leuk uitzicht, kan lekker cocktailtje drinken. Het ziet er wel druk uit, moet ik zeggen. Maar goed, we gaan het zien. Nou jongens, we staan in de lift naar boven. Dus er is waarschijnlijk wel gewoon plek. Vorige keer dat wij hierheen wilden was volgens mij op een zaterdag. Had ik dat toen ook gefilmd? Volgens mij wel. Zijn we daar naar de Aldantor gegaan, maar toen was er zo'n zieke rij. Met die water ook weer. Met Danique en Willem. Oh, ja. Daar zitten we jongens. Och, en wat een uitzicht. Ja, je ziet niet zo goed door de reflectie. Maar je kan zo heel mooi over heel Amsterdam kijken. Wat een gezellige bar hè zo. Ja. En dat voor een donderdag. Moet je eens even kijken. Hé. Ga jij nemen. Wat ga je nemen dan? Zit mijn haar niet goed? Daar komen er nog andere chicks. Doe dit goed. Niek, wat ga jij nemen? Pornstar. Ja, ik ook. Ja, drie pornstars, we zijn eruit. Oh jongens, proost. Hey. Proost. Lekker pornstar. Wat zei je nou hoe je het nou eerst moest doen? Kijk, ik twijfel er altijd over. Dus eerst? Eerst eet je dit op. Dan neem je een slokje van je prosecco. En dan neem je je drankje. Oké. Okay. En dan is hij. Ja. Is het lekker? Ja. Niek, godverdomme, zet het ding weer stil. Niek is echt in zijn klootbouw, jongens. Hij heeft het echt, hij vindt het helemaal leuk. We gaan naar de boter! Een dikke auto zie je. Wij hebben even lekker een cocktail gedronken hier bij de Sky Lounge. En nu willen we waarschijnlijk eventjes de stad in gaan.
Vind je dat leuk? Ja. Nee, maar we dachten van, weet je wat? We gaan gewoon even gezellig de stad in. Ik ga vanavond uit in de kleren van Vincent en we gaan checken of ik daardoor meer succes heb. Ik denk het niet. Oh nee. Heb ik een leuke kledingstijl van Vincent? Nou, ik heb jou nog nooit in iets anders gezien dan je joggingbroek eigenlijk. Ik ga de camera even uitzetten. Oké, jongens, wij gaan uit. Dus misschien dat er nog een paar beelden komen op mijn telefoon. Maar als het niet zo is, dan zien jullie morgen met de auto. Wat ga je die flip aan doen? Stil zijn, want Willem en Ruben liggen al te slapen, maar zoals jullie zagen, zijn wij uit geweest. Miek, die blijft gezellig hier slapen. Huh? Kun je heel veel voorlezen wat hier staat? Gewoon hardop, gewoon hardop. Even voorlezen wat hier staat. Wat staat er? Ik kan niet lezen. Er staat, ik ben gay. Maar dat wil jij dus zeggen? Dat... Moet je iets vertellen aan mij? Nee, jij zoekt dit nu op. Dit is zo slecht. Dit is een prank. Was dit een grap van je? Ik dacht, als jij dit voorleest, dan schreef je er zo hard op. Maar het is niet grappig. Gaat je vader me nog meer haten? Want die vindt al mijn grapjes al niet meer leuk. Omdat ik elke keer dezelfde... Ik moet nieuwe grapjes bedenken. Je moet nieuwe grapjes bedenken. Ik ga wel grappen maken over autisme of zo. Iets nieuws. Ik wist dat ook niet. Of Jules de La Tourette. Jules de La Tourette, dat je tics hebt. Dat vind jij grappig? Het is gewoon niet grappig als iemand perfect is. Dat is niks grappigs aan. Oké. Dit wordt niks bed, jongens. Jongens, even stil. Ik vind het prima als jullie niet op beeld willen. Ik heb niet een beter bed dan dit. Laat hem nou even buiten, man. Hij zegt helemaal niks tegen jou. Laat hem nou even buiten. Niek, die gaat hier lekker op de bank slapen. Wat doe jij? Ik val. Die broek is veel te klein voor mij. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij zijn gezellig uit geweest en wij gaan lekker slapen. Niek, die gaat lekker hier... Jezus. Niek, die gaat hier lekker op de bank slapen. En ik ga lekker in mijn eigen beetje slapen. Dus ik zie je morgen bij een nieuwe vlog. Later.